Zondag 6 april ontving voetbalclub Taxandria op sportpark De Gemulle Hoeken plaatsgenoot Nevelo. Onder luid getrommel en veel vuurwerk in de kleuren rood-wit en blauw-geel kwamen de spelers het veld op. Voor zijn 300ste wedstrijd werd Paul Peters toegesproken door Stefan van Santen en kreeg hij de bloemen uit handen van voorzitter Rick Heijsteen. Een van de pupillen, Sjoerd, mocht de aftrap verrichten, waarna de 19-jarige scheidsrechter van Geel het fluitsignaal gaf voor deze derby, waar Taxandria 4 punten voorsprong had op de voetballende opponent Nevelo. Al snel was te zien dat Nevelo niet was gekomen om de punten cadeau te doen. Ook Taxandria liet zich niet onbetuigd. Over en weer werden de keepers op de proef gesteld. Nevelo had duidelijk het betere van het spel. Dat resulteerde in een uitbraak in de 40ste minuut met een doelpunt van Jurgen Dame. Voor de Nevelo supporters die al voor veel tromgeroffel en via de megafoon zich hadden laten horen, barstte een oorverdovend ovatie los voor de Nevelo spelers. Na de rust wisselden de aanvallen zich af. Ook werd de strijd feller, wat een paar lichte blessures opleverde. Thank you.
Tegen het einde waren er nog kansen voor Taxandria om op gelijke hoogte te komen. Maar er werd goed en stevig door Nevelo verdedigd. Dat leidde in de 88ste minuut tot de rode kaart voor Nevelo-speler Rens van Wissel. In de extra tijd zette Taxandria alles op alles om een doelpunt te forceren. Maar dat leidde tot een uitbraak van Nevelo die een niet te missen kans miste. Maar het bleef 0-1. Het was voor jubilaris Taxandria aanvoerder Paul Peters geen leuke middag. Die naast de cadeaus en bloemen ook nog een gele kaart mocht ontvangen. De komende vier wedstrijden zijn bepalend of Taxandria of Nevelo met de zegenkar door Oosterwijk zullen rijden. Zo, de wedstrijd is gespeeld en volgens mij hebben ze alle twee nog kans om kampioen te worden. Zowel Taxandria als Nevelo. Ik sta hier tegenover voorzitter van Taxandria, Rick Heijstee. Ik heb ook gehoord dat er nadien wel het nodige gaat gebeuren, ook na deze wedstrijd. Niet dat ik geknokt word of zo, maar dat er echt positieve dingen staan te gebeuren voor Taxandria. Ja, allereerst zometeen derde helft. Dat doen we altijd heel gebroedelijk met de tegenstander en ook nu met Nevelo. Hè, want de strijd is nu net gestreden. Voor wat betreft het kunstgras, we zijn inderdaad op dit moment vooral met de leden heel erg actief. Werkgroep voor het kunstgras zelf. Sponsoravond gaan we organiseren. En dat is ook de bedoeling. Dus we zijn met veel leden proberen om geld in te zamelen met allerlei acties. Om uiteindelijk toch de realisatie van het kunstgras mogelijk te maken. Wat gaat het kosten en wat draagt de gemeente daarin bij? Nou, wij moeten zelf €230.000 op tafel leggen. Dat is eigenlijk wel uniek. Ik heb inmiddels bijeenkomst gehad met de KNVB en die staan er allemaal verbaasd van. Dat een amateurvereniging als Taxandria dat kan opbrengen. Maar dat kunnen we samen met de Stichting Kunstgras en met de sponsoren. En inzet van leden gaan we dat proberen te realiseren. En wanneer zou het er moeten zijn? Wij hopen natuurlijk allemaal bij het start van de nieuwe competitie. Daar is alle inzet nog wel op gericht. Maar er moet nog wat water door de voorste stromen voordat dat klaar is. Ja, dan staat hier aan de andere zijde staat Harry Marcé. Harry Marcé stond in de krant dat hij voorzitter was van Taxandria, maar zover heeft hij nog niet geschopt. Hij komt wel in de gemeenteraad. Maar Harry, jij bent voorzitter van? De Stichting Kunstgras. En wat gaat er gebeuren? De Stichting Kunstgras, we willen realiseren dat wij proberen in het komende seizoen een nieuw kunstgras te hebben. Daar zijn we met z'n allen bezig. We hebben van de gemeente hebben de subsidie gekregen. We hebben een loterij opgestart met grote clubactie. En daar hebben we 200 loten verkocht. En die gaan drie jaar de mensen een lot kopen van 5,50 per maand. En dan krijgen wij 4,50 krijgen wij voor Taxandria per persoon per maand gestort. Dus in die drie jaar kunnen wij echt weer geld bij elkaar sparen. Het is een loterij. Wat krijgt de winnaar? Een grasveld. Nee, de winnaar. Er worden auto's verloten, er worden vakantiereizen geloten, televisies, noem maar op. En wanneer gaat dat van start? Nee, wij zijn al vier maanden bezig. Dus we hebben al 200 personen die meedoen, dus de geldstroom gaat voor ons rollen. Nou, dan wens ik jullie beiden heel veel succes. En we gaan ook nog een Brabantse nacht organiseren. En dat doen we in samenspraak met Piet Plezier. Dus dat willen we in september doen om zoveel mogelijk geld te genereren voor het kunstgras. Maar we moeten proberen de hypotheek die we op het kunstgras gaan nemen zo laag mogelijk te houden. Dat kan ik me voorstellen. Had u verder dan nog iets aan toe te voegen?
Nogmaals, we zijn met leden bezig. Binnenkort ook weer een speciale dag voor de jeugd. Een clinicdag proberen we ook meer tegen betalingen wat geld binnen te halen. Dus je ziet, het leeft het. Ook al verliezen we dagen van Nevelo. Maar we blijven ons vooral inzetten op de toekomst. En dat is vooral de jeugd en de accommodatie. En dat leeft gewoon enorm bij ons. We hebben nog vier wedstrijden. Ja, daarom. Houden we de moed erin, hè? Maar dat doet Nevelo ook natuurlijk. Ik wens jullie in ieder geval veel succes met de acties.